Maatschappijlid 2, thema multiculturele samenleving. Hoofdstuk 1, veel culturen in één land. In Nederland leven we op verschillende manieren samen. Maar als je bijvoorbeeld in de stad woont, dan heb je een veel grotere kans dat je veel verschillende culturen tegenkomt dan als je bijvoorbeeld in een dorp woont. Nederland is dan ook veranderd. In de laatste 50 jaar werden gezinnen kleiner en vrouwen bleven langer werken. Er ontstonden jongere culturen en er kwamen nieuwe Nederlanders bij, zoals bijvoorbeeld Surinamers en Marokkanen. Nederland is dan ook een multicultureel land, wat letterlijk betekent dat er veel culturen in Nederland zijn. We maken een onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Je bent een allochtoon als één van beide ouders uit het buitenland komt en het maakt niet uit welk land dat is. Je bent een autochtoon als je ouders, je grootouders en jijzelf in Nederland geboren zijn. De multiculturele samenleving heeft 4 kenmerken. De eerste is dat er een dominante cultuur aanwezig is. In dit geval de Nederlandse cultuur, dus de Nederlandse taal, je bent leerplichtig en we vieren Sinterklaas. Tweede kenmerk is dat er veel verschillende etnische groepen aanwezig zijn, bijvoorbeeld Belgen, Marokkanen, Somaliërs enzovoort. Derde kenmerk is dat er nog andere subculturen zijn, zoals bijvoorbeeld bedrijfsculturen en allerlei jongere culturen. En tenslotte vind je in een multiculturele samenleving veel verschillende godsdiensten, zoals bijvoorbeeld christendom, islam, jodendom enzovoort. Met al die culturen in één land is het ook niet gek dat het af en toe een keertje botst tussen die culturen. In het schemaatje zie je een overzicht van welke culturen de grootste kans hebben om qua waarden en normen met elkaar te botsen. Hoe dikker het streepje, hoe groter de kans is dat er een keer een botsing ontstaat. En dat geeft helemaal niks, zolang je dat maar op een normale manier weet op te lossen.